kan je wel een miljoen kopjes thee uitkrijgen. Ik introduceer u de reuzentheepot. Zo charmant, die thee schenkt door het hele land. De magie is te proeven in elke slok. Een heerlijke reis. Breng je smaakpapillen in shock. Ik ben Miss Flower. Zijn jullie hier voor een theekransje? Nou, ik ben Queen Bee. Dit zijn Diva en Quiet Cutie. En wij zijn altijd in voor een theekransje. Dit is niet zomaar een theekransje. Hebben jullie ooit een fatsoenlijk theekransje gehad? Een fatsoenlijk theekransje? Oeps, Betty heeft de honing gemorst. Bitsy, wat een squeaky beker. Pak je eigen en laten we... Drinken, drinken, drinken! Drinken, drinken, drinken! Dat is niet fatsoenlijk. Een fatsoenlijk theekransje is chic. Te stijlvol en oeh, zo, la-di-da. Theesoorten hebben allerlei prachtige namen, zoals oolong, masala chai, jasmijn, hibiscus en pepermunt. Waarom ben je zo gefascineerd door mijn prachtige gordijn van mysterie? Nou, het is prachtig en mysterieus, dus daarom. Zodra ik klaar ben, mag je het zien. Oké, ik ben klaar. Aanschouw, mijn Larida theetuin. Zoek een bloem uit die je mooi vindt. En in die dozen vind je een theezakje ervan. Oh, ze zijn zo goddelijk. Ha, tjoe. Ik vind deze mooi. Camille. Het is echt niestastisch. Deze? Of deze? Oh, paarse lavendel. Hoe kan ik nou nee tegen jou zeggen? Quiet Cutie is nog steeds op zoek. Maar ik en mijn buikje zijn uitgehongerd. Breng je de jouwe als je klaar bent. Waar is Miss Flower? Mijn buikje heeft honger. Het is veel te klein. Kijk, zo hongerig ben ik nu. Dames, bereid jullie voor op de meest klassieke, fatsoenlijke la-di-da maaltijd ooit. Oeh, wat chic. Kunnen we eindelijk eten? Er zijn regels. Eerst moeten we allemaal zo zitten. Oké, klaar. En nu broodjes eten? Nog niet. Eerst doen we dit. Nog niet. De thee moet nog trekken. Terwijl we wachten kunnen we een gesprek voeren. Waar zullen we het over hebben? Oh, ik weet iets. Geef dit nummer een naam. Met het bestek op tafel slaan is niet fatsoenlijk. Maar het heeft wel een lekker ritme. De thee is klaar. Ik wil geen ellebogen op tafel zien. Het is tijd om te... Nee. Er zit nog een korst op dit broodje. Ben zo terug. Onze buiken voeren een gesprek. En ze zeggen, voed ons. Geheime vergadering nu meteen. Ik kan niet meer. Ik heb zo'n honger. Nou, ik heb zo'n honger. Keer oneindig. Dames toch. Onder de tafel zitten is zo niet fatsoenlijk. Sorry, is het nu eindelijk tijd om te eten? Ik geloof het wel, behalve... Divaatje, als het je lukt, houd je ellebogen dan van de tafel af. Dit is geen paardenstal, maar een fatsoenlijke eettafel. Zo, is het nu dan etenstijd? Ja, is wat ik zou zeggen als Quiet Cutie hier was. Het is niet fatsoenlijk om te eten als er nog een gast ontbreekt. Daar komt ze aan! En nogal snel ook! Quiet Cutie! Kijk uit! Wow.
Nou ja, de bij is in ieder geval blij. Quiet Cutie zegt dat het haar heel, heel, heel erg spijt. Maar het is oké. Om eerlijk te zijn, zijn jullie mijn eerste klanten. En we hebben allemaal nog steeds honger. Ik denk dat ik een beetje te fatsoenlijk probeerde te zijn. Oeh, ja, minder regels en wat meer eten. Misschien ben ik een beetje overboord gegaan. We hoeven niet fatsoenlijk te zijn om een leuk theekransje te hebben. Maar wat maakt het nu nog uit? De broodjes zijn verpest. Die zijn zeker verpest. Maar gelukkig hebben we nog steeds de broodjes van eerder met wat korst. Jullie beurt, besties. Zie je? We hoeven niet fatsoenlijk te zijn. Ja, gek doen is veel leuker. Hey, Quiet Cutie heeft iets gevonden. Het voelt helemaal hobbelig. Ha, heb ik nooit gemerkt. Toen ik het café overnam, liet de vorige eigenaar deze schotels achter. Wat als dit onze... Onze Route 707 aanwijzing is! Ik hoop dat de aanwijzing belangrijk blijkt te zijn. Weet je wat mijn favoriete deel van een onbehoorlijk gek theekransje is? Dat je dit mag doen. En ik dit mag doen. Theekransje, theekransje, theekransje.